Ik ben zelf altijd een enorme voorstander en liefhebber geweest van kortfilm. Waarom? Wel, ten eerste omdat het meestal jonge mensen zijn die kortfilms maken. Ik ga ook elk jaar naar het Festival van de Oberhausen. Dat is zo'n beetje het wereldfilmfestival van de kortfilm. Dat is altijd in eind april. En jonge mensen, dus die nog, ja, die geen limieten hebben, die dus nog hun verhaal kunnen vertellen op hun manier, waar nog geen commerciële druk op zit of nog geen producenten druk op rust en zo, die dus nog zeer vrij hun dingen kunnen doen. En dat vind ik altijd heel interessant, van daarmee geconfronteerd te worden. Of dat dan nu Belgisch is, Vlaams, Latijns-Amerikaans of Russisch of Pakistaans, of weet ik allemaal. Het is interessant om daarmee geconfronteerd te worden, vind ik. En het belang daarvan, want ik vind het dus jammer, vroeger konden die nog af en toe in de bioscoop zien, die kortfilms. Nu dus absoluut niet meer. Nu zijn er gelukkig zo nog een paar filmfestivals, zoals hier in Leuven. Maar vroeger draaide die in de bioscoop en ik vond het altijd een heel frisse begin om aan zo'n filmavond te beginnen. En dat mis ik dus nu wel. Nu krijgen ze dus commercials die ik eigenlijk al 16 keer gezien heb. En die eigenlijk, ja, sommige zijn wel goed, maar dat is toch wel een minderheid. En vroeger bij de kortfilms, nou ja, er zat toch altijd wel een heel frisse pointer in. En dat vond ik dus wel een heel verfrissing toe. Het zou eigenlijk de producenten of de cinema-uitbaters zelf moeten zijn die zeggen van we nemen in een lange film die dan iets korter is dan 120 minuten of zo, zouden we een kortfilm kunnen bijgeven aan dat programma, kunnen koppelen. Maar dat is natuurlijk weer ten koste van hun inkomsten, want dan moeten ze waarschijnlijk wel 3 of 4 publiciteitstrailertjes afstoten. En dan zit je natuurlijk onmiddellijk in hun portemonnee. Doe alstublieft uw eigen ding. En gewoonlijk is dat wel zo in een kortfilm, want ik zit al 10, 15 jaar in de jury van het RITS, van de eindexamens van het RITS. En ik zie er altijd heel jonge mensen, heel enthousiast met hun kortfilm tevoorschijn komen. En heel vaak, ik zeg niet altijd, maar heel vaak als ze dan een eerste langspeelfilm moeten maken, dan zijn zo al die angels weg. Dan maakt men zoiets mainstream dat ik dan zeg, maar allee, hoe is dat nu mogelijk? Ik heb zo'n mooie kortfilm gezien van u. En nu, na 3, 4 jaar, maak je eigenlijk zo mainstream dingen. Terwijl je hebt het om je ding te blijven doen, om iets heel spits en je eigen stem te kunnen verheffen en je eigen ding te doen. Blijf dat alstublieft doen.